Ik draag de broeks van Knapman nu ongeveer 2 jaar. Ik ben voor het eerst in aanraking gekomen na mijn zware blessure bij AZ. Toen, nadat ik weer een beetje fit begon te raken, had ik wat pijntjes in de hamstring en de bil. Toen heb ik ze voor het eerst aangedaan en ik vond dat het zo enorm veel steun bood aan mij. En sindsdien draag ik het altijd met de wedstrijden en in trainingen. En nu zijn ze hier bij Volendam gekomen en ik draag bijna de hele selectie. Dus ik denk dat het een hele goede toevoeging is. Knapman is hier geweest. De jongens hebben eigenlijk allemaal de gelegenheid gehad om alle kleding te testen, om te ervaren van oké, vind ik dit fijn? Ik heb het ook wel bij een aantal spelers voorgedragen van goh, je loopt vaak met dienstklachten, probeer het nou even, kijk even hoe je het vindt en wellicht is het voor jou een positief effect. Nou, tijdens die training waren er echt heel wat jongens enthousiast geraakt, waardoor het grotendeels van de groep toch in zee is gegaan met Knapman. Bij mij in het team waren al een aantal spelers die al bekend waren met de compressiebroek van Knapman. Uit mijn studie in mijn laatste jaar heb ik een onderzoek moeten doen naar liesklachten en naar de preventie van liesklachten. Dat deed ik bij jeugdspelers, maar ik zie wel heel erg de koppeling naar oudere ervaren spelers. En daaruit kwam toch wel dat die compressiebroek toch wel ter preventie van liesklachten en hamstringklachten een positief effect heeft. Ik gebruik Knapman niet zo heel erg lang. Ik ben pas dit seizoen erachter gekomen, eigenlijk een maandje geleden. Toen heeft Knapman FC Volendam benaderd. En, ik ken natuurlijk een paar teamgenoten die Knapman droegen en ze zeiden dat ze heel veel profijt van hadden. Dus ik dacht van waarom niet? Na een paar minuten was dat die echt gewoon lekker. En ja, sindsdien ben ik echt Knapman gaan gebruiken. Het is echt een topproduct.